Hier wordt een foto gemaakt. Straks het resultaat, eerst het onderwerp. Het ambitieuze vrouwenteam van PSV FC Eindhoven. Nou, de competitie is gedeeld in twee stukken. Het eerste gedeelte is een Benelux Orange. Die wordt in Nederland gespeeld met 8 ploegen. Dan willen wij bij de eerste 4 eindigen. Dat betekent dat we daarnaast gaan spelen in een Benelux gecombineerd met de beste 4 van België. En dan spelen we om de Champions League plaatsen. Het vrouwenteam van PSV FC Eindhoven is een project dat in korte tijd uit de grond werd gestampt, maar voor PSV alle reden om mee te doen. In de regio als PSV de verantwoordelijkheid wil nemen om aan talentontwikkeling te doen. Niet alleen die paar topspeelsters, maar ook in de breedte. Dus dat is de reden dat vrouwenvoetbal steeds belangrijker wordt, ook voor PSV belangrijk wordt. 2 jaar geleden was het voor ons te vroeg, we hebben toen serieus overwogen. PSV had toen gewoon te veel te doen. We hebben nog wel veel te doen, maar niet te veel te doen. En sinds die tijd is natuurlijk veel veranderd. PSV is wat tot rust gekomen, de organisatie en de financiën. En verder is zo dat PSV en Eindhoven samen een aantal dingen doen. En wat ook op een gegeven moment belangrijk was, is de start van die zogenaamde Benelux. Dat België-Nederland-competitie die opgestart wordt. Dat was niet de oorzaak, maar wel de aanleiding om toen te zeggen, dit is het moment voor PSV, net als voor Ajax, om nu in te stappen. En dat hebben we toen in een week of 6 is eigenlijk alles van de grond moeten komen. En gelukkig hebben we Hestrien de Reus bereid gevonden om dat allemaal te doen. Anders was het onmogelijk geweest. Dus in die 6 weken tijd is alles van de speelsters, de contracten, de organisatie, is alles tot stand gekomen. Als je naar de taakverdeling kijkt, is het zo dat voor het voetbal technische gedeelte en de voetbalorganisatie Eindhoven met name verantwoordelijk is. Dat PSV zich vooral bezighoudt ook met commercie en financiën. En dat alle andere dingen we samen leren elke keer een stap verder te zetten. U haalt het puntje financiën aan. Ja. Wat levert het op? Nou, het mooie is dat natuurlijk iedereen dacht dat het heel veel geld zou gaan kosten. We gaan de komende jaren uit van een budget van zo'n 250.000 euro voor het hele vrouwenvoetbal. En dat is inmiddels, zoals het er naar uitziet, al zo goed als break-even. Met name doordat we Philips bereid gevonden hebben om hoofdsponsor te zijn. En dat is niet automatisch omdat ze ook bij de mannen zitten. Dus dat is echt het geloof van Philips om commerciële nieuwe groepen te bereiken. En om ook een stukje verantwoordelijkheid te pakken in de regio voor maatschappelijke ontwikkelingen. En vervolgens hebben ze ook vertrouwen in de sportieve ambitie van PSV FC Eindhoven. Hetzelfde geldt voor Freo, die ook gezegd hebben wij willen graag meedoen, om diezelfde reden. Dus we hebben Philips en Freo, net als bij PSV, als sponsoren. Daarnaast hebben we de KNVB, die bereid is een paar jaar mee te denken financieel. De gemeente Eindhoven, de provincie Brabant. Dus je ziet heel breed dat het gedragen wordt. En dat betekent dat we eigenlijk al zo'n beetje bijna break-even zijn. De selectie bestaat in totaal uit 24 vrouwen. Maar de blik gaat verder dan alleen het eerste elftal. In het zuiden is weinig mogelijk. Dus PSV en Eindhoven die willen de krachten bundelen. En samen met het CTO Eindhoven, dat staat voor Centrum Topsport en Onderwijs. Die hebben in de samenwerking met het Olympisch Comité Olympische Sportprogramma's. Daar hebben ze nog geen vrouwenvoetbalprogramma. En wij willen graag een vrouwenvoetbalprogramma voor de beste talenten uit het zuiden van het land. Om die daar te bundelen. En die zouden dan kunnen doorstromen naar het eerste van PSV Eindhoven. En dan tot slot het resultaat van de foto. Best leuk hoor. Op 31 augustus spelen de vrouwen van PSV FC Eindhoven hun eerste thuiswedstrijd in het Jan Lauwersstadion. Thuis tegen FC Twente.